Met spelling hebben we vanmorgen niet zo'n hele moeilijke les. We gaan de werkwoorden maken. Gisteren hebben we een dicté gehad. We hebben het daar uitgebreid nog even over de regels gehad. Zoals die in het schema staan wat je nu achter mij ziet staan. Ik schrijf mezelf even in het hoekje. Het schema dat van belang is. Dezelfde klankwerkwoorden. Werkwoorden met DEN aan het eind, raden, branden, krijgen automatisch DE en DEN. Werkwoorden met EEN aan het eind, praten, krijgen automatisch DE in de uitgang. Werkwoorden die dezelfde klank hebben, maar niet een D of T in de stam. Daar kijken we in het kofschip of die een DE-uitgang of een TE-uitgang krijgen. En in dit geval hebben we het werkwoord reizen. De Z staat niet in het kofschip, dus DE. En we hebben de klankveranderende werkwoorden waarbij de klinker verandert. En we hebben ook klankveranderende werkwoorden waarbij het helemaal verandert. Ook klinkers en medeklinkers. Dat waren de varianten die we gisteren hebben gehad. Vandaag in het lesje gaan we dat weer opnieuw oefenen. Kijk uit, met werkwoorden heb je altijd de neiging om het wat af te raffelen. Pas ook op dat we in deze oefening weer werkwoorden met dezelfde klank en werkwoorden met een veranderende klank door elkaar heen hebben. Ik ga het lesje kort aan je duidelijk maken, want het merendeel is procedureel hetzelfde als lesjes die we al veel eerder hebben gehad. Kijk maar even met me mee. Lesje 1, daar gaan we niet zo... dit heeft niet zoveel zin, we gaan hem even terugbrengen. Lesje 1 heeft niet zoveel moeite. Kijk uit, bieden, ga voor jezelf bekijken, is dit eenzelfde klankwerkwoord of een klankveranderend werkwoord. Je weet, en ik help je daar nog even aan herinneren, op het moment dat je twijfelt en het niet weet, zoek je het op in het woordenboek. Je gebruikt daarvoor de woordenboekvorm, kortom, bieden. En je kijkt dan tussen haakjes, achter bieden, staat dan de verleden tijdsvorm enkelvoud en het voltooid deelwoord. Dus als je twijfelt, zoek je het even op in het woordenboek dat je hebt meegekregen. Hetzelfde geldt voor het werkwoord razen. Bij opdrachtje 2, ik zal even de zaak goed in de gaten houden, schrijf de persoonsvorm in de verleden tijd. Dat is de opdracht. Kijk maar even goed naar het plaatje. Hier het voorbeeld, je ziet steeds een zinnetje staan. Politierobot begroet voorbijgangers. Dan moet jij voor begroet, ik zal een pennetje erbij pakken, dan moet jij voor begroet, die moet je in de verleden tijd zetten. Politierobot handhaaft de orde. Handhaaft de persoonsvorm. Handhaaft moet jij dus in de verleden tijd zetten. Nou, datzelfde geldt voor alle zinnetjes die hier staan. Dit is je onderwerp, dus daaraan kun je zien of het ik, hij of wij is, dat het meervoud is. Je zoekt de persoonsvorm, bijvoorbeeld bevrijd, bijvoorbeeld verraad, en die ga je dan op het regeltje eronder in de verleden tijd zetten. Nou, dat lijkt me helemaal duidelijk. Dan gaan we naar opdrachtje 3, misschien nog wel de moeilijkste, alhoewel deze ook niet zo heel erg moeilijk is. Ontwerp je eigen robot, heel fijn. Beschrijf wat hij kan in de tegenwoordige tijd en in de verleden tijd. Dus pas op, we hebben hier twee acties. En die twee acties lopen door elkaar. De tegenwoordige tijd en de regels daarvoor, die zie je natuurlijk in dat leuke liedje wat je gehad hebt afgelopen week. En wat je er nog eens even bij kan pakken, al is het maar voor de lol, om de regeltjes voor de tegenwoordige tijd nog even door te nemen. We gaan in de verleden tijd werken. In deze kolom, in de verleden tijd, in deze kolom, in de tegenwoordige tijd. Goed, ik wist dat even uit, zodat ik weer de plek heb. Hier hebben we vier werkwoorden. Je ziet, bereiden hebben we meegenomen naar zinnetje 1. Hij bereidt, want daar bedoelen we de robot mee. Hij bereidt iets. Bereiden, en eraf, stam D. Hij krijgt altijd een T, bereid. Bereiden is hetzelfde klankwerkwoord. Dus krijgen we bereiden, en eraf bereid. En daar komt dan de DE achter. Je ziet, de zinnetjes zijn kort en zakelijk. Dan nemen we het werkwoord braden. We nemen weer hij. Dan gaan we iets laten braden. Eerst in de tegenwoordige tijd, en dan in de verleden tijd. Dan nemen we kleden en dan nemen we onthouden.
Dat hoeven niet van die hele ingewikkelde zinnen te zijn. Je zag het al aan de voorbeelden. Het zijn gewoon korte zinnetjes die je daarvoor gebruikt. Goed, de spellingles van vandaag. Nou, daar ben je niet zo heel erg lang mee bezig, veronderstel ik. Morgen, voorafgaande aan een korte uitleg over de twee stencils die in je materialenmap zitten, die je morgen gaat maken, laat ik je de antwoorden van deze les weer zien, zodat je het kan nakijken. Goed, heel veel succes met de spellingles.